Hoi. Ja, was voor FL, ja, klopt. We vochten eerst tegen China Widdershoven. Die heb ik toen gewonnen op punten na 3 rondes. En toen vocht ik de finale tegen Ilona Wijmans. Die had zij dan gewonnen na 3 rondes. En zo had ik eigenlijk de finale gewonnen ook op punten. Dus toen heb ik het toernooi gepakt. Goed zo, gefeliciteerd van de dag. Dank je. En ik vocht toen tegen Anke van Gestel in België. En ja, de eerste 2 rondes gingen gelijk op. En de 3e ronde, ja, was ik toch nog wel degene die nog echt wel meer energie en kracht had om het eigenlijk naar me toe te trekken, de partij. En zo had ik... Je hebt gewoon vet gewonnen, want ja. Zij is ook niet de eerste de beste. Zij is Enfusion kampioen. Ja, klopt. Ja. Dus zou jij haar, zou jij nu voor die Enfusion belt wat tegen haar willen? Het liefst wel. Ze heeft me nu alweer uitgedaagd. Voor 16 oktober. Maar omdat ik natuurlijk 8 oktober vecht, is de vraag of ik wel, of het wel kan. Met de blessures en zo die je kan oplopen. Het hoeft niet natuurlijk. Maar waar had ze je voor uitgenodigd dan? Voor welk event? Voor die Infusion Belt of voor iets? Nee, niet voor de Infusion Belt. Maar het liefst wil ik wel de Infusion Belt. Oké, ik daag je uit voor die Infusion titel. Min 64 kilo. Kom maar los, tape this. Ja, toch? Ja. En ja, het is wel een van mijn laatste. Ja, ik heb toen nog een Jiu Jitsu toernooitje gedaan. Maar ja, dat is niet, dat heeft niets met kickboxen te maken. Maar nee, maar toch? Wel met MMA. Ja, oh ja, ik deed een, was een toernooi, Braziliaanse Jiu Jitsu toernooi. En toen ben ik eerste geworden in mijn klasse. En ja, was leuk. Boksen, kickboxen, nou ja, kickboxen natuurlijk, boksen. Daarnaast doe ik dan Braziliaanse Jiu Jitsu en MMA. Dus dan mix ik het eigenlijk gewoon in één. Ja, dat is. Amerika? Ja, ik ben naar Amerika geweest 3 weken om te trainen. Daar is het zo goed georganiseerd qua MMA. Dat ik de keuze heb gemaakt om daarheen te gaan. En daar mijn zomervakantie te besteden. Ik heb heel veel geleerd. Ze doen heel veel worstelen. Want ze zijn daar gewoon de beste in, de Amerikanen. Dus daar doe ik eigenlijk mijn worsteldingetjes, mijn trainingen. Maar daarnaast doe ik dan ook gewoon sparren met UFC-vechters, ONE-FC-vechters, Bellator, van alles. Dus er loopt van alles rond. Dus je kan het bijna niet, ja, je kan niet echt vergelijken met Nederland. Want het verschil is dat hier wonen niet zoveel mensen, in Amerika natuurlijk weer wel. Dus ja, er staan gewoon zoveel mensen op de mat en waar je zoveel van kan leren. En zoveel, ja, je kan natuurlijk al altijd trainen met elkaar, dus het is altijd open. Ik zie ook met Melanie Geugjes. Ja, klopt. In Amerika? Nee, ik ben toen alleen geweest. Oké. Okay. Ja. En jullie zijn de enige dames, hè, bij Mikesgym? Ja, die vechten wel, ja. Ja, ja. MMA en kickboksen. En de kickboksen, ja. Wanneer is je volgende MMA-partij? Volgende week. Ja, ik vecht volgende week. Ja, dat is last minute. In ieder geval tegen een Poolse dame in Polen. 8 oktober in. Ja. Dus je moet die snel maken, die MMA-partij. Ja. Snel. Ja. Snel slopen. Ja. Want je staat tegen ook niet de eerste, de beste, Rachel Adamus van Fos Gym. Ja. En zij heeft nu die titel, de Warriors-titel. En daar gaan jullie voor, hè? Ja, klopt. Ik kan twee kanten op gaan, natuurlijk. Ja. Zij in ieder geval mee de best lady win voor die. Ja, absoluut, tuurlijk. Oh. Ja, ik geef kickbox 6 kinderen. Ja. Ja, ik werk op een sportschool. Dus, Was het niet bij Maaike? Nee. Ik werk dan op een sportcentrum in Assendel, dus waar ik eigenlijk ook vandaan kom. Daar geef ik de kinderen les. Maar daarnaast doe ik ook, val ik in voor de volwassenen ook af en toe. Dus als degene de docent niet kan, dan val ik in. Maar daarnaast doe ik ook nog wat receptiewerk en dat soort dingen. Dus, en personal training. Dus dat doe ik ook. Ja. Dus je bent echt volop alleen maar met de sport? Ben je wat? Ja, 24/7 ben ik wel bezig met mijn sport. Ja. Hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 25. Ja. Ik ben Marokkaans. Ja. Ja. Ben je in Nederland geboren? Ja. Okay. Nou, ik denk ten eerste, nou ja, mijn familie is sowieso niet zo heel erg streng. Dus we zijn vrij open-minded. Dus daar heb ik niet echt veel problemen mee. Daarnaast zijn mijn ouders gescheiden. Dus ik ben altijd natuurlijk met mijn moeder geweest. En die kreeg natuurlijk een nieuwe man en dat soort dingen. Dus dan is het ook alweer wat opener en vrijer. En ja, dan is het toch, dan is het allemaal iets makkelijker, denk ik. Ja. Ja, ja. Had je nog een advies aan Marokkaanse meisjes? Wat kan je aan die ouders meegeven? Is het veilig genoeg voor vrouwen? Ja en nee, ja, het hangt in het. Ja, het is natuurlijk wel een sport met risico's. Dat is toch
het is wel lastig. Het is natuurlijk wel een mannensport. Het is en blijft een mannensport, altijd. En ja, het is natuurlijk, je moet natuurlijk wel sterk in je schoenen staan, wil je daar een beetje staan kunnen houden. Ik weet niet wat ik als advies zou kunnen geven, maar mocht zij dat leuk vinden, sta erachter en probeer het te helpen, weet je wel. Dus niet per se dat het niet, dat moet doen maar niet en op een andere manier, iemand op een andere manier zien te krijgen, dat wordt lastig. Maar ik denk dat als je er gewoon laat gaan en gewoon achter de staat en probeert te supporten, dan... Wat kan je in ieder geval meegeven? Hoe ben je gewoon eerst begonnen? Welke school? Ik heb altijd turnen gedaan. Dus daar ben ik mee begonnen. En toen uiteindelijk gingen we verhuizen. Ja, heel andere sport. Ja. Hele andere sport. Maar kracht en die soepelheid, die had je dan... Ja, die had ik wel, ja. Ja, die had ik wel van het turnen natuurlijk. Maar ik was op een gegeven moment was ik 10 en verhuisde van Amsterdam naar Assen-Delft. En mijn ouders waren toen al gescheiden, dus toen had mijn moeder natuurlijk een nieuw man. En toen zei mijn stiefvader van, waarom probeer je kickboksen niet? Want die heeft dat jaren gedaan. Oh, wat leuk! Ja, dus eigenlijk via hem ben ik dat gaan doen. En sindsdien ben ik nooit meer gestopt. Hoe oud was je toen? Hoe oud was je? 11. Wauw, ja. We vroeg begonnen. Ja. Nou ja, natuurlijk kwam UFC ook een beetje in beeld. En toen dacht ik, ik heb zin in een nieuwe uitdaging. Laat ik MMA eens proberen. Hoe lang doe je MMA al dan? Ik denk nu 2,5 jaar. Oh, pas. Oké. Okay. Ja. Dus ja. Kickbox is echt wel je main... Ja, dat is wel mijn main ding, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En dat Jiu Jitsu, dat doe je, vertelde je net, dat doe je er ook bij? Ja, dat doe ik er ook bij. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat zit je op mijn Mikesgym? Even kijken. Ik denk nu bijna 2 jaar. Ja. Ja. Hoe kom je bij Mikesgym? Nou, ik deed... Jiu Jitsu daar bij Mikesgym. En toen zag ik zo dat ze aan de kickboksen waren en dat trok me wel. En toen ben ik van mijn andere sportschool ben ik overgegaan naar Mikesgym. Dat heb ik daar geprobeerd en sindsdien zit ik er nu. Leuk. Je voorspelling voor Bader en Rico dan maar gelijk? Ja, vind ik heel lastig te zeggen. Nou ja, Bader is sowieso heel goed aan het trainen. Dus, maar hij laat zich niet zo heel erg zien in de media. Rico daarentegen wel. Ja, ik denk dat ik toch wel voor een knockoutje voor Barre ga, ja. Ik ook. Ja, het wordt sowieso een knockout. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Okay. Nou, ik vecht sowieso voor WFL weer voor een belt. Dat is in november. Oh, toch? Oké. Okay. Voor de rest weet ik ook nog niks, hoor. Oh, dus je... Nou, het is een losstaand iets. Dus je hebt toernooikampioen en dit is gewoon de belt van 65. Maar die... Ja, dus nu, deze is zeg maar vakant. Dus het nieuw kampioen. Even denken hoe ik dat ga brengen. nou, in ieder geval, ik ben van alle markten thuis. Dus Bellator, Glory, kom maar op. Ik ben er. A-klasse, Anissa. Ja. Oké, okay. Nou in ieder geval heel veel succes 8 oktober. Dankjewel. En daarna natuurlijk. En we gaan blijven je volgen. Ja, super, dankjewel. Oes.